Dat er wordt gevochten in Oekraïne, dat weet je. Het is al meer dan een jaar oorlog in het land. Maar de afgelopen week wordt veel harder gevochten dan eerst. Komt door een grote tegenaanval van het Oekraïense leger. Afgelopen jaar is vooral Oekraïne veel aangevallen door Rusland. Dus eerst moesten de Oekraïners vooral verdedigen. Maar een paar keer is het ze al gelukt om ook weer in de aanval te gaan en hun land te bevrijden. Maar dit wordt wel, denk ik, de allermoeilijkste voor ze. Sinds vorige week is het Oekraïense leger op meerdere plekken in het oosten van het land de aanval begonnen. Dat gebied is sinds het begin van de oorlog in handen van Rusland. Maar volgens Oekraïne-deskundige Bob Deen is het dus geen gemakkelijke klus voor de Oekraïense soldaten. Ze moeten recht af op Russische linies waar zware verdediging is. Er wordt heel veel op ze geschoten, met vliegtuigen, met helikopters, met kanonnen. En ondanks dat proberen ze toch hun land te bevrijden. Maar daarbij lijden ze ook wel veel verliezen. Dus dit is voor Oekraïne een hele moeilijke en hele spannende tijd. Of het Oekraïne lukt om de Russische soldaten weg te jagen, is moeilijk te zeggen volgens Bob Deen. Dat komt doordat er weinig informatie wordt gedeeld. Oekraïne zegt nu niet zo heel veel erover. Ze willen dat geheim houden. Terwijl Rusland heel veel beelden naar buiten brengt van kapotte Oekraïnse tanks. En daardoor krijg je een beetje de indruk dat Oekraïne heel veel verliest. Maar hoe het echt zit, weten we nog niet. Hij verwacht dat de gevechten tussen beide kanten de komende tijd nog hard doorgaan. En dus blijft het voor de mensen die in het gebied wonen een onzekere tijd. Heel veel mensen zijn eigenlijk al weggegaan. Er wonen daar niet heel veel kinderen meer. Maar dan nog is het voor mensen wiens huizen kapotgeschoten worden natuurlijk heel erg. Want de verwoesting die bij zo'n oorlog hoort is heel groot.